dit? Ja, dan mag ik hopen van wel. Pijn? Nee, maar gewoon jij. Als je mij leuk vindt, wil ik dat je mij leuk vindt in echt in alles wat ik ben. Nee, dat kan echt niet. Nee, dat is echt... Ik voel me nou heel vies nu ik dit verteld heb. Ja? Ja, wel een beetje, ja. Daniel Arends, collega-cabaretier. Ik ken hem een beetje. Geboren in Indonesië, geadopteerd als baby samen met zijn zus en opgegroeid in het Gooi. Ik vind hem de spannendste comedian van Nederland. Waanzinnig getalenteerd, intelligent, compromisloos. Staat met ijzingwekkend veel controle op het podium. Als wij bij kennissen waren, mocht ik niet om iets vragen, natuurlijk. Ik mocht niet om iets vragen. Natuurlijk niet. Nou, als ik het dan toch deed, dan zei mijn moeder onmiddellijk... Daniel, als je wil bedelen, dan ga je maar lekker terug naar je eigen land. Maar die controle lijkt hem ook in de weg te zitten. Ik mis soms de complete overgave. Zou dat in 24 uur samen ook zo zijn? Ik ben benieuwd. Hey. Hey man, wil je me omhelzen? Nou ja, ik weet nooit of ik bij jou een gewone hand, zo, of een huk. Fijn dat je er bent. Ja. Leuk. Ik zat te denken, we kennen elkaar heel lang, ja, maar helemaal niet goed. We zijn nog nooit met z'n tweeën in één ruimte geweest, volgens mij. Nee, we zijn altijd bij andere mensen. Als dat maar goed gaat. Ja, we zullen het zien. Wat zit er allemaal in die koffer? Ik... Niks bijzonders. Jij gaat ook koken? Nou, ik dacht, als we toch moeten eten, dan kan ik wel voor jou... Ik kan niet zo heel goed koken, maar ik kan één dingetje wat wel binnen te houden is. Wat dan? Alleen maar kroep. Nee. Ik kan nasi maken zoals mijn vrienden in Indonesië dat maken. Lekker. Wanneer hebben we elkaar voor het laatst gezien? Ik heb jou vorige week gezien. Ik ben naar jouw voorstelling komen kijken. Ja. De zachte heelmeester. De zachte heelmeester. Toen heb ik jou gezien. En daarvoor, ik weet niet, een paar weken, een paar maanden geleden, ik weet het niet. Waarom zeg je nou niks over mijn voorstelling? Ik wou dat bewaren voor 's avonds laat. Als je een beetje gedronken hebt, dat je wat meer kan hebben. Nee, vind je het leuk? Wil je horen wat ik ervan vond? Ik ben wel benieuwd wat je... Nou, het is een beetje een lullige vraag, maar hoe ging die voor jou? Heel stroef. Ja, dat idee had ik ook. Maar het was niet heel slecht of helemaal niet. Of nee, het bleef, schamend, maar bleef het hartstikke overeind. Het bleef een voorstelling. Op een of andere manier heb ik het idee dat jij nooit onder een bepaalde ondergrens zakt. Dat jij heel weinig... Ik bedoel dat je echt op je bek gaat. Ja, dat het ziet er echt... altijd behoorlijk zelfverzekerd uit. Nou, de keren dat ik echt voor lul sta, dus dat er helemaal niet gelachen wordt... Ja. Die zijn op één hand te tellen, denk ik. Ja. Is dat dan voorbereiding, dat je zorgt dat dat niet gebeurt? Nou ja, ik heb op een dag ook geleerd om gewoon eerlijk te zijn. Ik heb wel een noodrem, dat ik... Ja. Als het echt verkeerd gaat, dan trek ik daaraan en dan zeg ik... Het spijt me. Ja. Het spijt me, ik probeerde het goed te doen. En het is niet gelukt. Ik denk dat we genoeg hebben. Mag ik aan jou de clichévraag stellen? Wanneer je voor het laatst gehuild hebt? Oeh, ik weet het niet. Ik moest niet. Moest jij huilen toen jouw kindje geboren werd? Ja, heel erg. Ja? Ja, heel erg. Ja. Op het moment dat het kindje eruit kwam, of wanneer moest je huilen? Nee, dan moet je er nog even voor je vrouw zijn. Oh ja. Nou ja, je voelt wel een soort van... En pats, daar komt hij. En dan wordt het op de buik gelegd. En toen ik het... Het keek mij direct aan, mijn kindje. Dacht ik dan, hè. Wist niet veel. En
dan, ja, jeetje, ja, ik wist echt niet hoe ik het had. Nee. Ja, mooi. Maar het was ook de ontlading van zo'n lange spanningsboog. Ja. Want volgens mij duurde het 14 uur of zo. Zo. Vanaf de wee dan. Ja, dat is zo spannend. Ja. Dus misschien gaat die boog nog wel verder terug vanaf het moment dat je weet dat je vrouw zwanger is. Helemaal naar, ja, dat is toch een boog? Ja, tel ik goed, dat is boog, ja. Heb jij een strategie met vrouwen, hoe je vrouwen versiert? Volgens mij ben jij een hele goede versierder. Denk je? Dat denk ik wel. Ik ben een goede versierder en leugenaar als het me niet zoveel kan schelen. Maar zodra ik iemand echt leuk vind, dan wordt het wel een ander verhaal. Ja. Mm. Als ik een vrouw zou moeten versieren waar ik geen respect voor heb, dan zou dat misschien nog wel goed kunnen komen. Ja. Maar bij mijn vrouw is dat niet zo gegaan. Hoor. Hoe is het daar gegaan? Nou, heel. Heel eerlijk. Ik kwam haar tegen. En toen ben ik blijven slapen, die eerste nacht gelijk al. En ik wist eigenlijk na die eerste nacht al, ik wil bij deze vrouw blijven. Intuïtief? Ja, intuïtief, ja. Had je toen nou ook al een idee over je, dat ook een open relatie zou worden? Dat je ook nog met andere vrouwen seks zou kunnen hebben? Maar ik was 23 toen ik haar ontmoette. Ja. En ik. Ja, het is eigenlijk heel natuurlijk gegaan. Omdat ik dacht, ja, maar ik ben net begonnen met dit onderzoeken. Ja. Ik ga toch met niet. Met meisjes nu, en seks. Ja. Ja. Ik ga toch niet nu dan maar. Dat dit het dan is. Hoe is dat in de praktijk gegaan? Het is toch een afspraak eigenlijk? Het begint echt, bij mij begon het bij echt in alles wat ik voel, geloven dat wat ik met iemand anders doe, dat naast mij en mijn vrouw bestaat. En dat het elkaar niet beïnvloedt. Hm. Ik heb in alles, in mijn hele wezen, heb ik mijn vrouw altijd het gevoel gegeven dat zij de belangrijkste voor me is en dat ik nooit weg zou gaan bij haar. Ja. Maar ik wantrouw mijn hele gevoel over al dan niet monogaam. Ik wantrouw dat ook. Ik wantrouw dat wel eens, hoor. Hoezo bedoel je? Nou, dat besluiten dat het mag. Dat is natuurlijk ook een fijne manier om niet bedrogen te kunnen worden. Hmm. Het zou wel heel goed kunnen dat ik dat. Dat mijn plannetje is. Ja. Altijd. Ja. Ja, goed gedaan dan. Je moet ook constructies volgens mij bedenken waardoor je niet erger gekwetst wordt dan noodzakelijk. Nou, tenzij dat mechanisme dus op een gegeven moment in de weg gaat zitten. Dat had ik op een gegeven moment wel een beetje, hoor. Dat ik dacht, waarom ik dit kan, dat heeft ook te maken met een afstandje tussen mij en mijn gevoel. En misschien kan ik dat niet zo heel goed. En toen dacht ik, zou het niet zo moeten zijn dat dingen wel gewoon aankomen. En misschien dat ik dat af en toe wel, dat ik dat wel mis. Dus als gevoel altijd maar beschermd blijft. Dat, ja. Dat mechanisme kan er ook voor zorgen dat je misschien een beetje afgestompt, ja, aanvoelt. Ja. Je hebt VWO gedaan, of niet? Ja, maar ik heb niet afgemaakt. Je hebt geen diploma? Nee. Dus hoe ik hier binnenkom, weet ik ook niet. Nee, ik heb geen. Ik heb 4 gymnasium. Daar heb ik nog een rapport van. Ja. Ja, dat ging gewoon op een gegeven moment niet meer, joh. En wat niet? Nou, het huiswerk. Dat was niet mijn manier van denken op school. Waar ik ik was een beetje faalangstig. En
ja, dat heb ik altijd moeilijk gevonden. Als je iets moet doen, maar dan weet je niet diep van binnen waarom je het doet. En dat maakt het enorm zwaar. En ik wilde cabaretier worden. Toen al? Ja. Dus toen dacht ik ook, ik heb dit niet nodig. En toen hadden mijn ouders mij naar een psycholoog gestuurd. Dat zegt ook iets over het milieu waar je uitkomt, vind ik. Ja. Ja. Maar met geadopteerde kindjes zijn mensen vaak wat voorzichtiger, hè? Is dat zo? Je hebt een kindje opgehaald om het in je eigen land een beter leven te geven dan het daar gehad had. Dus dat moet natuurlijk lukken. Ja. En het is niet van jou. Ik heb er wel eens gezegd dat mijn ouders voorzichtiger met mij waren als adoptiekind. Zoals je dat ook bent met spullen die niet van jou zijn. Daar ben je toch voorzichtiger mee. Ja. Zo. Zou er iets in jou zitten omdat jij als kindje bent weggegeven? Dat er iets is dat je denkt van als ik beter zou zijn, als ik anders zou zijn, was ik niet weggegeven? Ja, dat weet ik echt niet. Maar het wordt me heel vaak gevraagd wat dan de gevolgen van zoiets zijn. Terwijl wat ik er nu dan van denk en voel en begrijp, is dat gescheiden worden op die manier, dat zit in je. Maar dat is verder wel overkomelijk. Als je genoeg liefde krijgt en liefde ook herkent als het voorbij komt. Wat moeilijker is, volgens mij, is als donker iemand, hoewel ik nooit gepest ben of wat dan, dus anders zijn in terwijl je opgroeit. Dat is volgens mij het lastige eraan. Daar, als je het dan toch hebt over waar iemand eventueel de vraag krijgt, ben ik wel goed genoeg, dan zit dat wel in anders zijn. Dat anders zijn is natuurlijk iets wat je later pas kunt waarderen. Ik dacht dat je hierover zou beginnen. Maar ik heb mijn geboorteakte, die heb ik. En daar staat een verhaaltje in. Ah, ben jij dit? Ja, dan mag ik hopen van wel. Nou, er staat ergens het verhaal. Lees jij het eens harder voor? Ik ben een beetje dyslectisch. Hanna en Joko. Joko ben jij, hè? Ja. Hanna en Joko zijn onder hele nare omstandigheden bij ons aangekomen. Deze kinderen zagen er zo vreselijk uit dat niemand ze wilde hebben. De moeder is erg arm. Zo arm dat de kinderen niet eten en helemaal ondervoed zijn geraakt. De moeder is een ongehuwde moeder. De vader van Joko is niet dezelfde als de vader van Hanna, maar wel van dezelfde moeder geboren. De moeder is moslim, heeft wel de lagere school doorlopen. Hun huis is illegaal. De kinderen waren in zeer deerniswekkende omstandigheden binnengekomen en bang voor besmetting van de andere kinderen waren ze eerst bij mensen in huis om geïsoleerd te worden. Na een maand hebben we pas de kinderen durven verplegen. Volgens professor Mahar Marjono maakt het kind Hanna goede kansen als ze maar liefde krijgt. Want het kind is helemaal apathisch omdat het kind niet genoeg liefde kreeg. De reis is voor deze kinderen een heel vermoeiende reis. Houd de kinderen warm. Vooral als er overstappen bij de reis is. Dan is het goed oppassen. Hebt u wat fix, smeer het borstje en rugje lekker warm en gedurende stijgen en dalen op de arm nemen. Ook nooit de voeding koud geven. Altijd lauwwarme voeding geven, na het drinken ophouden om te laten boeren. Man. Als je dit leest, moet je dan huilen? Toen ik het voor het eerst las, ja, wel. Maar ja. Het is wel bijna alsof het iemand anders zijn verhaal is. Ja. En nu moet ik ook al bijna huilen als ik dit lees. Ja, ik dacht, ik probeer het even. Jezus, Daniel. Even plassen.
Wil je kijken? Nee, niet per se, maar... Oh, daar is niemand, Theo. Huh? Daar is toch niemand? Nee. Ik wil even bij jou zijn. Oké. Okay. Ik weet niet of ik dan kan plassen. Ja, ik weet niet of ik kan plassen als iemand zo... Ik ben ook zo dol op controle. Nou, ja, alleen maar. Irriteert het je niet ook, die controle? Ja, denk het wel, ja. Dus hoe ik spreek en beweeg en denk, dat is allemaal heel gecontroleerd natuurlijk. Ja. En dat, dat is mijn gelijk ook mijn wat ik erop tegen heb. Dat het waar het je heen brengt, is dus per definitie ook beperkt. Als je de controle erop houdt. Er zit in mijn systeem heel diep iets wat controle houdt. Gewoon heel diep. Ik had ooit een psychologe. En die zei op een gegeven moment tegen mij... Volgens mij moeten we even overgaan op kleurentherapie. Want als je je mond opentrekt, dan komt er iets uit... wat heel erg veel op gevoel lijkt. Maar het is toch net anders. En toen ben ik dus nooit meer teruggegaan. Jammer. Ja, hè? Dat ja. Is... Ja, ik heb natuurlijk eigenlijk een bril ook, hè? En niet als excuus. Ja? Wat grappig. Zet hem op. Ja, jij ook, hè? Zet hem op. Ja. Ga je één keer per jaar naar Indonesië? Of In het begin ging ik twee keer, soms drie. En nu... En een lange periode ook, weken? Ja, een maand vaak. Maar ik ben ook wel eens drie maanden geweest. Je hebt ook vrienden in Indonesië. Ja, maar dat is heel moeilijk, omdat... omdat als zij zullen toch altijd een beetje uit zijn op... Hé, hey, daar heb je Daniel en we gaan leuke dingen doen. Ja. Het contact is toch echt net iets te moeilijk te leggen... omdat het uit verhouding is. En ja. Wel in hun voordeel. Hé, hey, en wat gaan jullie dan doen? Ja, dan gaan we allemaal dingen doen... die zij normaal gesproken niet doen. Dus het hele wandelend portemonnee zijn... dat is natuurlijk iets wat ik zelf volkomen in de hand heb gewerkt. Ja. En niet per se om die machtsverhouding te laten bestaan... maar wel omdat ik dat... Ik vind het ook echt heel gezellig. Ja. En heel leuk. Dat is toch ook te gek dat je... Ja. 10 man mee kan nemen en kan zeggen... Zo'n clubje zijn jullie dan? Ga hier, ik laat jullie hier los als je iets nodig hebt... En wat is dan hier? Dat is een club? Nou, we beginnen vaak bij een pool tent. Ja. En dan gaan we gewoon lekker poolen. En dan kunnen die jongens gewoon lekker een biertje drinken en... Bintang. En pakken we een tentje waar we dan iets drinken. En het zijn altijd de tentjes waar het hele schemergebied is van... prostituee of niet. Dus er zijn mensen die uitgaan. Er zijn mensen die... voor 100% het vak prostituee beoefenen. Ja. Maar ook heel veel mensen die in het schemergebied zitten. Ja. Dus die op zich gewoon een leuke avond willen hebben. En als ze er nog iets aan overhouden, dan wel. Ja. Ja, dan graag. Ik las in een interview met jou van dat jij zei dat je moest leren hoe het was om met Indonesische meisjes te neuken. Was het in de FIFA? In de Bobo. Interview in de Bobo. En dat begreep ik niet helemaal. Als je jong bent en bruin bent... in het Gooi... ik denk dat je dan een aantal jaren hebt waarin... of ik had een aantal jaren waarin ik diep van binnen... toch gewoon liever blank was geweest, ja. En alles wat mij eraan herinnerde dat niet zo was... dat
dat mocht ook helemaal niet in mijn leven zijn. Dus een... Kijk, Indonesische vrouwen kunnen natuurlijk net zo goed aantrekkelijk zijn als blanke vrouwen. Ja. Alleen, dat ging er bij mij gewoon niet in. Dus ik vond bruin ook een tijd gewoon... Als iemand bruin was, vond ik echt een beetje een vieze kleur. Ja, dat vond ik echt een beetje... Het stond voor... Ja, toch gewoon voor vies. Wel een beetje. Gek, hè? Ja. Ja. Maar vies in de hygiënische zin? Nee, of... niet in wat naar. Die is ook bruin. Ja. Dat kon ik wel eens hebben, ja. Ja, daar zit wel een soort zelfhaat onder. Of een... Ja, daar lijkt het op, hè? Ja. En zo'n meisje in Indonesië, die je dan tegenkomt... is dat ook wel eens dan een paar dagen? Is dat ook wel eens dat je die meeneemt naar het hotel? Naar het gewoon even meisjes voor een paar dagen? Ja. Ja, dat is wel voorgekomen, ja. Dat ik iemand tegenkwam en die ik dan leuk vond. Wat een vrij relatief begrip is, hoor. Want wat ik vooral leuk vond, was dan Indonesisch spreken. En het feit dat het een vrouw is en de seks. Dus ik weet niet, het is heel moeilijk voor mij om te zien of ik haar echt leuk vond of niet. Ja, ja, ik had altijd wel het gevoel dat ik... ook bevredigd werd in de zin van meedoen. Gewoon met de mensen daar. Wat natuurlijk niet helemaal waar is, toch? Zij doen dan met jou mee, toch ook? Of ze doen... Ja, nee, het is absoluut iets wat ik mezelf dan wijs maak. Om het leuk te hebben. Ik doe niet. Ik bedoel, altijd weg kunnen. Dat is helemaal niet meedoen. Nee. Wat daar juist het ding is we kunnen hier niet weg. Als je het negatief benadert, is het gewoon... Gewoon een laffe manier om grenzen daar weer een beetje te verkennen. En om alles wat spannend is mee kunnen maken. En net op het moment dat het te spannend wordt, kan je altijd nog... En heb je dat meegemaakt, dat het dan te spannend wordt? Of dat je tegen grenzen aanliep? Op welke manier, ja. Ja, dat weet ik niet. Moreel, bijvoorbeeld? Ja, ook wel. Natuurlijk ga ik nadenken over... Deugt dit wat ik nu aan het doen ben? En hoe is dat dan, als je dan met iemand seks hebt waar je voor betaald hebt, hè? Permitteer je jezelf dan ook meer, omdat je, of heb je dan meer lef? Vind je, mag je dan meer, of hoef je dan minder bezig te zijn met haar genot? Of hoe is dat? Ondanks het feit dat je weet wat er aan de hand is, probeer ik toch er iets van te maken. Dus wat... Het is namelijk niet zo, dat heb ik nog nooit gedaan. Dus ergens komen en dat er dan heel veel vrouwen op een rijtje staan, dat je die uitkiest en dat heb ik nooit gedaan. Er is altijd een vrouw op mij afgekomen die zei dat ze geen prostituee was, waarvan ik wel vermoedde dat dat zo was. Ja. En dat je aan de praat raakt. En dan wist ik wel, ja, maar ik ben nu met iemand die hier eigenlijk van leeft. En wat ik dan deed was dat ik vroeg dan, ben je prostituee? Want dan doen we het niet. En dat als ze dan nee zei, dan hoefde ik eigenlijk alleen maar te zeggen van... Ik denk het wel, maar als je een leuke avond wil hebben, dan kan dat. Ja. En omdat je dan weet dat iemand daarvan leeft... ik kan niet maken om haar niet te betalen... Nee. Maar dan heb je dus die hele avond nog, waarin je allebei de illusie hebt, of ik de illusie heb, dat ik iemand versierd heb. Ja. En de dag daarna bracht ik haar dan gewoon naar haar huis. En dan gaf ik haar gewoon. Dan gaf ik haar gewoon geld. Potje badminton? Nee, ik wil hier nog even over door, want ik voel me nou heel... Ik voel me nou heel vies nu ik dit verteld heb. Ja? Ja, wel een beetje, ja. Dus ik ben nog nooit niet goed geweest voor zo iemand, bijvoorbeeld.
Maar ik twijfel. Nee, maar ik ben bang dat het dan heel naar overkomt omdat het ethisch onverantwoord is. Omdat het ethisch onverantwoord is? Ja. Of dat mensen. Of mensen dat dan denken. Misschien ben ik zelf ook wel bang dat het ethisch onverantwoord is. En dat is juist waarom ik er alles aan doe om het goed te laten voelen. Maar als mensen dit horen, zullen ze daar verschillend over denken ook, toch? Dat heb je ook niet helemaal in controle. Nee, dat hoeft misschien ook niet. Ik snap het wel. Maar ja, ik heb ook een dochter. Wat wil je daarmee zeggen? Dat is ook iemand. Ja, het klinkt heel pathetisch, maar sinds ik een dochter heb, besef ik dus meer ook dat iemand anders is. Ja. Die ook weer iemands dochter is. Ja. En hoe verkeerd het ook zou kunnen gaan in iemands leven, ik zou nooit willen dat mijn dochter in die positie komt. Nee. Dat ze iemand. Met iemand naar bed gaat. Voor geld. Voor geld. Ja. Daar wringt het bij mij natuurlijk. Gaan we nog badminton of zullen we dit even wegzetten weer? Ik vind qua feng shui niet zo prettig. Feng shui. Wat is dat voor ei? Een zout ei. Telor asin. Ben jij door veel in Indonesië te zijn ook anders naar Nederland? Dat je daardoor anders naar onze cultuur kijkt, naar Nederland? De vrijheid die wij hier hebben om te zijn wie je bent en om te doen wat je wil doen, dat is het. Ik vraag me af of dat op veel plekken in de wereld zo is. Ik bedoel, een land als Indonesië, volgens mij is het meest corrupte land ter wereld. Ja, ik vind corruptie vind ik heel eng. Dat heb ik wel eens voor de Ramadan. Als er dan minder gewerkt wordt, dan hebben politieagenten in Jakarta, die hebben dan bijvoorbeeld geld nodig. Extra geld. En die houden dan gewoon echt mensen aan. En dan vragen ze bij mij, heb je je paspoort bij je? En dat heb ik dan niet. En dan denken zij, ah mooi, dan kan ik nu wat geld vragen. Ja. Toch is mij dat niet helemaal helder in concreto van wat dan die dingen zijn die je dan aanraakt of die je dan doet. Ik kom niet verder dan daar dan een beetje proberen te zijn wie ik dan geweest was. Ja. Toen wat ik het allerfijnst vind is daar lekker op een stoeprandje gewoon een sigaretje roken en even een moment hebben waarvan je een moment van reflectie en gewoon even nadenken en navoelen. Nou, nu ben ik hier dan. Ja. Wat grappig. Ik ben hier en ik was hier, maar dat weet ik niet meer. En nu ben ik weer hier. En ben je daar ook eenzaam? Nou, bijna niet, omdat het is misschien zelfs wel mijn bedoeling om eenzaam te zijn als ik daarheen ga. Ja. Misschien dat ik ook ergens heel graag wil weten of ik wel hier. Ik weet al lang dat ik hier moet zijn. Ja. Maar misschien dat ik het even zeker moet weten. Ik begin nu mijn tijdsbesef wel goed kwijt te raken, hoor. Ja, ik ook. Ik zou zeggen dat nu een uur of tussen 7 en 8 is ergens. Ik denk 7:10. En dat snap ik niet aan jou. Je zegt, ik ben mijn tijdsbesef kwijt aan het raken. Dan zeg je 7:10. Nee, ja. Ik wil ook wel nog een keer zeggen dat ik mijn tijdsbesef kwijt ben. Fijn als je naar me kijkt, dus dat was. Ja? Kun jij dat tegen als je gemasseerd wordt? Vind je het fijn? Ik heb het nooit laten doen. Nee? Nee. Je bent toch wel eens gemasseerd?
door mijn vrouw. Ja, maar je bent nooit door een man gemasseerd. Nee. Dat is leuk. Nee, oh Theo. Wat? Zou je dat vervelend vinden? Mag dat alsjeblieft als na de whisky? Het zou ook wel heel tof zijn om de discipline van een topsporter te hebben. Dat zou ik heel graag willen. Wat denk je wat je dat zou brengen? Zou je dan de dingen meemaken die je nu meemaakt en zou je dan de verhalen hebben die je nu hebt? Dat weet ik niet. Misschien is er ook maar een heel klein beetje discipline nodig voor wat ik doe. Alleen dat randje discipline moet er wel echt zijn. Maar heb je tot nu toe programma's gemaakt die beter hadden kunnen zijn als je meer discipline had gehad? Ja, tuurlijk. Ja. Ah, dat vind ik wel pijnlijk. Ja, ik ook. Ik ben... Ja, maar ik accepteer dat volkomen als mijn zoektocht. Ja, maar dan is het onderdeel van je discipline dus. En is het dus wel gedisciplineerd. Als dat onderdeel is van je zoektocht, dan maak je het weer zo... Je maakt steeds alles zo perfect. Alsof het precies dan uiteindelijk... Heb je een soort kritiek gevonden naar jezelf toe. Want je hebt geen discipline. Maar dan weet je het weer zo te redeneren dat het eigenlijk toch weer in je eigen voordeel werkt. Ja. En dat het dan toch klopt wat je doet en dat het dan toch goed is. Oh, mijn bedoeling is niet om te zeggen dat het goed is. Maar mijn bedoeling is wel om te zeggen, dit is wat het is. En vanaf daar kan ik verder met groeien. Jij doet net... Want jij doet een beetje. Jij suggereert dat je eigenlijk beter bent dan je nu bent. Alleen dat de discipline absoluut je ontbreekt. Niet. Nou, want ik vraag, als je meer discipline zou hebben... Nee. Zou dat betere programma's dat is, hebben opgeleverd? Is... En dan zeg je ja. Je zei ja, dat zou me betere... Oh nee, voor mij zat daarbij dat het dus blijkbaar niet die betere programma's heeft opgeleverd. Nee, als je meer discipline zou hebben, dan had dat betere programma's opgeleverd. Dat zei je net. Ja, maar dat lijkt mij logisch. Nou, weet ik niet. Want doordat je die discipline niet hebt, maak je nu de dingen mee die je meemaakt. En kun je daar je verhalen over vertellen. Misschien als je heel gedisciplineerd bent, dan zit je langer achter een bureau. En wat maak je dan mee? Je zegt ook een beetje van, ik ben eigenlijk beter dan ik nu laat zien. Alleen, ik heb de discipline niet gehad om dat te laten zien. Ja, maar ik ben niet zo dom dat ik excuses ga maken voor wat ik maak. Ja, je maakt geen excuses, maar je zegt wel dat het beter had kunnen zijn als je met meer discipline eraan gewerkt had. Absoluut dat het blijkbaar niet beter kon. Oké, toch. Nu zeg je iets anders. Nee, helemaal niet. Ik geloof dat ik niet beter kon, anders was het gebeurd. Omdat je discipline, dat geloof ik ook wel, ja, dat is onderdeel van mijn talent. Mijn eventuele discipline. Ja, discipline is toch een beetje het talent van de domme. Het is een beetje hard werken en dat is het dan, toch? Dat is niet het briljante idee. Het lijkt me dat je allebei nodig hebt. Tuurlijk heb je het allebei nodig. Wat even van Mikadoka tot Mikadoka. Ja. Wat van de drie, wat zou jij doen? Poeh. Ja, de middelste is geen op. Ja, dat zeg je nou wel. Oh, misschien... Ja, ik denk dat de moeilijkheidsgraad is hoog bij alle drie. Misschien is deze wippen toch de beste optie. Ik zie één optie die beter is. Ja. Dat is... Dat is toch dit. Wow. Jij zag niks bewegen? Nee. Nee, dat was perfect. Ja. Nee, dat mag.
Ook nooit de voeding koud geven. Altijd lauwwarme voeding geven. Na het drinken ophouden om te laten boeren. Wat raakt jou hier dan in? Het klinkt alsof het net op tijd was. Dat je echt gered bent. Vind je het raar als ik zeg dat het emotioneert mij? Als ik het thuis in mijn eentje zou lezen en beelden bij kreeg. Ja. Het emotioneert me. Maar ik weet niet of ik het verdrietig zou noemen. Nee. Het is voor mij meer hoe een film dan tragisch begint. Ja. Een spannend middenstuk heeft en een happy end. Ja. En waar zitten we nu in de film? Richting het happy end. Wat ik ook heel ontroerend vind, is dat er een hele nadrukkelijke gebruiksaanwijzing bij zit. Die liefde. Ja. En dat hebben jouw ouders nog gedaan ook. Die hebben dat, wat ik meekrijg, heel goed gedaan. Ja. Dat vind ik wel heel ontroerend. Ja, nu ik zelf vader ben, zie ik ook wel dat het... ik ineens een beeld heb bij wat er allemaal voor nodig is om voor een kindje te zorgen dat niet van jou is. Dus als ik naar mijn vriendin kijk en mij en nu ons kindje... het gaat niet altijd even makkelijk, maar het gaat wel vanzelf. Omdat er iets is wat ons overneemt. Namelijk, dit is ons kind. We worden door de natuur een handje geholpen. Ja. Maar jouw biologische ouders die hadden die natuur wel mee, maar... Ja, als ik er dan toch weer in mijn hoofd iets van mag maken... dan zie ik dat als onderontwikkeling en onvermogen. Ik voel niet dat ik ze iets kwalijk neem. En ik denk ook niet dat dat de bedoeling is. Ja, want is er een soort gemeenschappelijk iets te zeggen over geadopteerde kinderen? Wat ik meen te herkennen is die afstand die ik ook tot mijn gevoel heb. Ja? Ja. Faalangst schijnt ook een typisch kenmerk te zijn. Ja? Het is jou niet te verwijten dat je faalangstig bent. Nee, ik vind het heel logisch. Ja. Ik denk dat de combinatie van geadopteerd zijn... en opgroeien in een omgeving waar iedereen anders is dan jij... terwijl je dat niet wil... ja, dat lijkt mij de perfecte formule voor je wezenlijk afvragen... ben ik wel goed genoeg? Ja. Dat denk ik. Ja. Maar kun je antwoord geven ook nu op die vraag? Of ik? Goed genoeg ben. Als ik dus uiteenzet, heel rationeel uiteenzet... ik voel me vaak niet goed genoeg. Maar dat komt daar en daar en daardoor. Dus, maar het is niet mijn schuld. Ik ben toch gewoon iemand die geboren is... die zijn best doet. Nou, dat maakt wat ik denk, ja, ik ben goed genoeg. En ik heb door een lieve vrouw... en het respect dat ik krijg van mensen voor mijn werk... lieve vrienden, warme ouders en een lieve zus... die hebben er allemaal voor gezorgd dat ik de ruimte heb gekregen... om zo langzamerhand eens te gaan denken... ja, volgens mij ben ik goed genoeg. Ja. Ja, dat is het wel. Alleen, ik vind het heel legitiem om van tijd tot tijd een terugval te hebben. Ja. Gewoon op slechte momenten, dat je weer even in contact staat met de vraag, ben ik wel goed genoeg?
En ik hoop dat dat dus ooit resulteert in... in dat je op een dag grappen maakt. Niet omdat je... niet omdat je twijfelt dat je van ben ik wel goed genoeg, maar omdat je ervan uitgaat, ik ben leuk en ik heb iets te geven. Deze rally nooit ophoudt. Nu die zoomer gaat. Dat zou ik echt kwaad worden. Nee, dat kan echt niet. Nee, echt... Ik wil niet lullig doen over seks of over een orgasme of zo, maar dit is echt zoveel beter. Jouw vrouw, hè? Nou zou zeggen van die afspraak die we hebben. Ik vind die niet meer tof, die open relatie. Ik wil het niet meer. Mm-hmm. En ik kan het niet meer. Zou je daar dan mee kunnen ophouden? Ja. Ja. Dankjewel. Ik weet genoeg. Ik moet dan heel hard werken om daar... Nee, voorop staat, ik zou het sowieso, ja, natuurlijk, sowieso doen. Sterker nog, ik geloof dat het beter is voor mijn vrouw en voor mij. En dus de basis voor ons kindje. Dat geloof ik. Ik geloof dat de tijd gekomen is dat ik dat niet meer nodig heb. Maar waarom het toch altijd zo lang is blijven doorgaan, heeft ook te maken met dat ik... dat ook als zij zich gekwetst voelde, dat ik dat toch beschouwde als een misverstand. Dat ze zich bedreigd voelt is iets anders dan dat daadwerkelijk haar positie bedreigd wordt. Maar ja, daar gaat het dan even niet om. Het gaat erom dat zij zich daar dan niet meer fijn over zou voelen of niet meer goed over zou voelen. En dan zeg jij, ja, die gevoelens die zijn niet terecht. Ik heb ook nooit gezegd dat ik haar gevoel niet serieus neem, maar... ik vind dat je elkaars geweten en waar je echt in gelooft en echt voor staat... en wat je wil in het leven, die mag je best op het scherpst van de snede tegen elkaar uitspelen. Je moet kijken hoe ver je kunt gaan, hoeveel je ook, zin kan krijgen. Ook, maar ook als je mij leuk vindt, wil ik dat je mij leuk vindt in echt in alles wat ik ben. Dan wil ik dat daar... eigenlijk geen hypocrisie of verborgenheid tussen zit. Hou je broek ook aan? Ja. Want ik ken dit wel van... ja, ik wil alleen maar liggen en er gebeurt niks. En wil je gewoon dichtbij me hebben. Dat is alles. Denk ik dat het heel vroeg is nu, hoor. Ik heb geen idee. Ik denk het niet. Ik denk dat we heel laat naar bed zijn gegaan. Denk je? Denk het wel. Ik had juist het gevoel dat we heel vroeg naar bed zijn gegaan. Ja, misschien klopt je gevoel niet.
gebruik nog steeds wel die... Ik heb nog een massage te goed. Kun je die nu aan? Je bent met je lichaamsgeur, daar maak je zorgen over, hè? Ik heb dat altijd al gehad. Ik ben bang dat ik... Stink. Ik ben bang dat ik stink. En dan ben ik bang dat jij dat dan moet ruiken. En... Ja, een beetje zweet vind ik ook helemaal niet zo erg. Ik denk ook niet dat het onhygiënisch is. Dat nee. Andere mensen er iets van krijgen. Kunnen we het naar een spiegel toe doen? Ja. Dat je aan kan blijven kijken? Dat is misschien, ja, vind je dat fijner? Zo. Heb je er ook verstand van? Ja, je hebt echt, ik voel nu al dat je echt wel... Je bent ideaal massagemateriaal. Want? Je bent een beetje vlezig, zonder dik te zijn. Oh. Hoort het pijn te doen? Ja, een beetje. Ja, maar hier zit wel veel... Pijn? Nee, maar gewoon jij. Zullen we samen een keer gaan kamperen? En dan heel de dag een beetje lopen badminton. Dus ik had laatst nog één keertje gedaan. En toen had ik een kind gemaakt. Is je gemaakt op de camping, jouw kindje? Ja, in een tent. Ja, in de tent? Weet je het zeker? Ja. Sterk nog, het was op de avond dat ik mijn vrouw ten huwelijk vroeg. Dat meen je niet? Ja. Wij vreeën in die tijd niet zo heel veel. Eigenlijk helemaal niet. En er was een periode waarin ik voor het eerst besefte... misschien zijn andere vrouwen in mijn leven niet zo'n heel... Misschien leidt het me toch wel een beetje af van aan wie ik me wil toewijden. En toen ik daar eens over nagedacht, toen heb ik besloten... Laat ik echt voor mijn vrouw kiezen. En toen waren we in Frankrijk op een camping. Want we wilden dat een keertje proberen, hoe dat dan was. En toen heb ik haar ten huwelijk gevraagd. Had ik in Indonesië had ik een ring gekocht. En toen hadden we gevreeën die nacht. En een paar dagen later zei ze, volgens mij ben ik zwanger. Het was niet echt de bedoeling dan, om zwanger te worden? Nee. Nou, ik dacht echt dat ik geen kinderen kon krijgen. Dat mijn huisarts echt had gezegd dat er iets was... waardoor de kwaliteit van mijn zaad binnen 10 jaar zo achteruit zou gaan... dat het niet meer kon. En toen heb ik gedacht, ja maar, ik zie wel wat er gebeurt. Als het niet meer kan en ik moet adopteren, dan is het perfect. Ja. Dat dacht ik. En na 10 jaar... Ja, besloten we, dan kunnen we dus ook stoppen met de pil. Ja. En toen gingen we dus kamperen. Wil je weer in Toemelen? Geen idee. Ik ook niet. Tot ziens. Dag. Auw! Toen ik dacht, waarom zou ik dat eigenlijk niet doen? En toen kwam er een soort vulkaan in mij, die begon zo te borrelen. En dat er kon ik niet meer onderdrukken. Al die dingen die op het papiertje staan, zijn allemaal uitgekomen. Dat is magie, is dat. Witte magie. Le coq est mort, le coq est mort. Il n'y a plus cocodi, cocoda. Il n'y a plus cocodi, cocoda.